Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Goedemorgen, welkom bij de Beerse Wilte. Zoals je kunt zien is de drukte van belang hier om 9:30. Het komt redelijk op gang nu. Mensen doen rustig aan, het wordt mooi weer. Dus ik denk dat ze een hele mooie fietsdag tegemoet gaan. We hebben hier van allerlei activiteiten nog op de camping. Vanmiddag de muziek, dus ik denk dat mensen een hele fijne dag kunnen hebben. En lekker fietsen, denk ik. Gisteren hebben we een prachtige tocht gehad richting Zwolle. We hebben ongeveer 1500 deelnemers in totaal gehad. En het is een prachtige dag geweest. Geen ongelukken gehad en het ging hartstikke goed. Nou, jullie gaan nog weg voor de tweede dag. Hebben jullie de eerste dag ook meegedaan? Ja, natuurlijk. Nou, wat is het mooiste dat je daar gezien hebt? Dat is de omgeving zelf, vooral bij Honorst. Dat was heel erg mooi. Okay, en wat was er specifiek zo mooi in Honorst? Ja, het plaatsje zelf, maar ook de natuur daar. Ik woon er vlakbij in de buurt, maar ik was er nog nooit geweest. Dus dat is het mooie ervan. Ja, nee, heerlijk. Nou, ik vond de vrije natuur voor de varkens vind ik wel indrukwekkend. Dat die een goed leven krijgen en hebben. We doen al jaren mee, elk jaar weer. En dit was een mooie route. Ja. Dat rondje Zwolle, dat mooie was die dijken daar rondom Zwolle waar je bovenop fietst. En, ja, mooi uitzicht. Hè. Prachtig uitzicht allemaal. Ja, ik vond eigenlijk de hele route mooi. Behalve natuurlijk dat gedeelte door Zwolle en door die woonwijken, die vind ik niet zo mooi. Maar daar bij die golfbaan langs en bij die waterplaats, dat vond ik een mooi gedeelte, ja. Dat was dat park met het water en dergelijke eromheen. En daar zijn we helemaal omheen gereden en dat vond ik wel ontzettend mooi. Het was in Zwolle zelf ook, dat vond ik wel leuk. Ik vond de hele route heel erg mooi. Ik vond het geweldig. Prachtig bij die golfbaan vond ik het heel erg mooi. Ja, heel erg leuk. De afwisseling, het groen, de bijzonderheden die ze onderweg lieten zien. Ik vond het helemaal geweldig. Echt waar. En u? Ja, ik vond het ook leuk. Ja, ook afwisselende rustposten en zo, wat je allemaal rustig kon bekijken. En wat nuttiger. Dus dat was helemaal top. Ik ben Lisette, ik ben 18 jaar en ik vind het eigenlijk wel leuk om te fietsen en het is natuurlijk ook wel goed beter voor het milieu. En ik heb mijn rijbewijs wel, maar ik vind het toch altijd wat leuk om te fietsen en je ziet ook meer van de omgeving, zeg maar. I want to ride my Choice. Say Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.